Edwin van der Sar, bekend van zijn successen bij Ajax als keeper, ging na zijn carrière in 2012 bij Ajax aan de slag als directeur marketing. En vanaf 2016 als algemeen directeur. We blikken terug op de hoogte- en dieptepunten van die periode. Goedemiddag, Ajaxide. Welkom op het Museumplein in Amsterdam. Van der Sar is een jaar algemeen directeur wanneer Abdelhak Nouri een hartstilstand krijgt tijdens een oefenwedstrijd in Duitsland. Later wordt duidelijk dat de medische staf hier niet goed mee is omgegaan. De clubleiding met Van der Sar als algemeen directeur neemt niet gelijk de schuld op zich. En dit komt hem op de nodige kritiek te staan. Ten eerste wil ik onze diepe verontschuldiging aanbieden aan de familie Nouri, die ik vanmiddag gesproken heb in het ziekenhuis. Voor het feit dat we zo laat ons standpunt gewijzigd hebben. Iets later in het seizoen 2018-2019 blijkt het duo Van der Sar, Overmars en Ten Hag een schot in de roos te zijn. Ajax haalt in dat seizoen de halve finale van de Champions League en met het verkoop van veel spelers wordt er flink geld verdiend. Het lijkt erop dat niets Ajax kan tegenhouden om de Europese top aan te vallen. Maar dan in 2022 stapt Mark Overmars op naar grensoverschrijdend gedrag. De algemeen directeur slaagt er niet in om adequate vervangers aan te stellen en de club daarmee in de juiste richting te duwen. Resultaat: Ajax geeft vorige zomer meer dan 100 miljoen euro uit, maar ziet het merendeel van de spelers aankopen niet slagen. Tussendoor komt Alfred Schreuder als hoofdtrainer naar Ajax, maar wordt na een half seizoen alweer de laan uitgestuurd. Het begon goed het jaar, de eerste 6-7 wedstrijden. En daarna is daar een beetje de klad in gekomen eigenlijk bij de prestaties en het vertoonde spel. John Heitinga neemt het over, maar kan het tij niet keren. Ajax wordt derde in de competitie. Aan het eind van een dramatisch verlopen voetbalseizoen ziet Van der Sar geen toekomst meer voor zichzelf als roerganger van Ajax. En zo eindigt het Van der Sar tijdperk bij de Amsterdamse club.